eerste gerecht met onze makreel is de filetjes die gemarineerd worden in een beetje olijfolie, wat citroen, wat geraspte citroen, wat look, peper en zout en een beetje sambal. En dan in de oven gegrild met een beetje rijstnoedel en wat komkommer. Volgende gerecht, een bord rauwe makreel, marjolein, wat olijfolie en een klein beetje ricola salade. Daar gaan we voor. Maar eerst natuurlijk onze makreel proper maken. Zoals altijd beginnen we met de vinnetjes eraf te doen. Voilà, alle vinnen zijn eraf. Ongelooflijk schoon visje, hè? Ja, die streepjes allemaal, dat is prachtig. Het is bijna een juweel. Voilà. De volgende stap is dat we ze gaan fileren. Om te fileren gaan we... Met de kop van de vis kunnen we niks doen. We gaan net achter de kiel tot op de graad en dan gaan we naar beneden. Voilà. We draaien met ons mes. Je mes een klein beetje scheef houden, dat je op de graad blijft. En dan rustig naar achter. Voilà, dat is het eerste filetje. De tweede keer, net hetzelfde. Juist achter die kiel. Je mes draaien, een beetje scheef houden en tot op de graad. En gewoon. En dat is het tweede filetje. En dat staat op de graad. Voilà, onze visjes zijn gefileerd. Alleen moeten we de filetjes nog zuiver maken en ook de graten eruit doen. Want de graten, dat is nooit niet aangenaam. Je ziet, we moeten nu al die dingetjes er mooi afkrabben. Klein graadjes eruit opzij. En dan kun je goed zien, hier zitten allemaal klein graadjes. En daar gaan we net naast snijden. Voilà, dat is ons eerste filetje zonder graten. Nu de graadjes die zitten hier aan de kant. En die zijn er dan ook uit. Je kunt dat even voelen met je vinger, maar dat is oké. En dat gaan we nu met de andere kant ook doen. We moeten altijd goed zorgen dat we die velletjes en de ingewanden goed wegdoen. En dan ook zorgen dat er geen graatjes meer in zitten. Dat is niet plezierig. Voilà, onze makreelfiletjes zijn klaar om onder de salamander te gaan. Maar ik ga nu eerst een kleine marinade maken. Olijfolie. Peperzout. Teentje look. Klein beetje geraspte limoen. Dat is voor de frisheid. Een beetje sap van de limoen. En een klein beetje sambal erin. Gewoon door elkaar roeren. Even proeven.
aan onze marinade. Oké. Okay. En dan gaan we ons visjes daarin leggen. En dan mag je dat zo ongeveer een kwartiertje, 20 minuutjes marineren. Dan mag je gewoon buiten laten staan, op kamertemperatuur. Dat moet niet terug in de frigo. Laat dat maar gewoon rustig, ook niet te warm natuurlijk niet, hè, maar zo. Ja, dat dat gewoon rustig kan marineren. In de tussentijd ga ik de oven opzetten en ik heb eigenlijk alleen nu de grill nodig. De grill van boven staat op het maximum. Staat op 230 graden. Het is dus de bedoeling dat dat heel kort van boven bakt. Ik ga daar wat rijstnoedeltjes en wat komkommer bij doen. Een klein beetje zout erin. Tussentijd ga ik mijn komkommer al prepareren. En dan ga ik er met onze mandoline weer heel dunne sliertjes van maken, dat die er ongeveer hetzelfde uitzien als mijn rijstnoedeltjes. Je weet, in de komkommer er zitten zaadjes in en die heb ik nu echt niet nodig, hè. Zie, dat zijn zo heel, heel dunne sliertjes ook, hè. Het is nu de moment even om de makreeltjes even te draaien in onze marinade. Voilà, dat zijn dus de rijstnoedeltjes, uiteraard van rijstbloem gemaakt. Dat is heel dun, moet maar heel kort gekookt worden. Denk maximum een 3 minuutjes. Het is de moment om hem onder de grill te plaatsen. Een beetje van onze marinade daarbovenop. En nu gaan we dat onder de grill steken. Maar dat moet normaal maar, als je het open doet en dan het vel is moeten proeven, en proeven moeten zien eigenlijk dat dat vel krokant is. Tussentijd kookt ons water voor onze rijstnoedeltjes. Perfect. We gaan die afgeten en onder koud water het gaarproces stoppen. Het mag ook zo'n beetje zoals spaghetti. Dat moet niet te mals zijn, dat mag een klein beetje al dente blijven. En daarom stop ik eigenlijk het kookproces onder koud water. Anders blijft dat warm en blijft dat doorgaren. En dat moet zo echt zo'n klein beetje al dente blijven. Tussentijd ga ik in mijn pannetje een klein beetje olijfolie doen. Klein beetje kruiding op. En peper. Een fijn gesneden komkommer erin. Ga ik er wat van mijn rijstnoedeltjes bij doen. Klein beetje zorgen dat we zo de juiste verhouding hebben van de komkommer en onze noedeltjes. Eens even proeven. Voilà, en dan gaan we eens naar ons grill kijken. En dat is oké. Okay. Je ziet, het is hetgeen dat ik bedoel, dat velletje mooi krokant moet zijn. Gaan onze makreel mooi op bord leggen.
afwerken. Nog een klein beetje. Grof zout. Een beetje van onze marinade. Nog een druppeltje olijfolie er rond. En dat gerechtje met makreel is klaar. Nog een plezant gerechtje met makreel. Dat zijn de rauwe filetjes, dus niet gemarineerd. Ik ga daar het vel afdoen. Het is heel eenvoudig, hè? Gewoon met je mes tot net boven het vel en dan gewoon maar naar beneden. En dan zie je dat dat er mooi afkomt. Een heel tof gerechtje. Klein beetje limoen. Wat peper. En een beetje zout. Perfect. Klein beetje op bord, maar niet te veel. Ik kan al wat van die blaadjes van die marjolein afplukken en klaarleggen. Maar dan ga ik dat mee tussen mijn vis leggen. We gaan gewoon met ons mes dunne plakjes makreel op ons bord schikken. Ons bladjes ertussen schikken. We hebben die rauwe filetjes van de makreel mooi geschikt met wat bladjes marjolein ertussen. En nu ga ik dat even in de oven steken, ook weer onder die grill, op oogtemperatuur, heel even, dat net de kou van dat gerecht weg is. En dan is dat super, je zult dat onmiddellijk zien. Ik ga intussen tijd mijn rucola-salade proper maken. Die rucola, dat is altijd plezierig. Dat heeft zo'n klein beetje zo wat een notensmaak. Dat geeft en dat is een heel goede combinatie. Ik denk dat onze makreel klaar is. We gaan nu onze salade erop leggen. Een klein beetje grof zeezout. Een paar druppeltjes limoen en ons gerechtje is klaar. Dat is dus half gaar, mi-cuit, zoals ze zeggen. Half gaar, niet rauw, tussen de twee. Maar met die rucola en die marjolein, wat olijfolie en limoen, is dat met die half gare makreel een ongelooflijke mooie combinatie van smaak.